Mijn naam is Elisabeth Riem en deze ketel is voor mij heel erg dierbaar, omdat mijn moeder mij altijd vertelde, met nadruk, dat ik mijn leven te danken heb aan deze ketel. Hij stond vroeger op een piedestal naast de schoorsteen en als wij als kind zijn aan het spelen waren, moesten we wel uit de buurt van die ketel blijven. En dan vertelde ze mij het verhaal. In de oorlog, ik was 1 jaar oud, had mijn moeder deze ketel van haar moeder geleend om chocolademelk te maken op mijn verjaardag. En 2 dagen na mijn verjaardag is ze die ketel terug gaan brengen naar haar moeder. Op een moment dacht ze, toen ze buiten stond met de kinderwagen, ik ga terug, ik ga de fotoalbums onder mijn matrasje stoppen. En toen is ze weer terug naar huis gegaan, naar binnen gegaan, en heeft het trouwpak van mijn vader onder mijn matrasje gestopt. En halverwege de stad is er bomalarm gekomen en is mijn moeder gaan schuilen. Later is ze doorgelopen naar haar moeder, maar haar huis was getroffen door een verdwaalde bom. Dus ze werd gewaarschuwd dat haar huis getroffen was, is gaan kijken en er was helemaal niets meer over. Het enige wat ze nog had was 2 fotoalbums, het trouwpak en die ketel. En omdat ze dus die ketel teruggebracht ging brengen, heeft ze altijd gezegd dat ik op moest passen, want ik heb mijn leven aan deze ketel te danken. Ja, het is een ketel van mijn grootmoeder. Het heet een slempketel. En vroeger, toen kinderen gewoon nog thuis geboren werden, zelfs nog in een alkoof, rook dat niet zo lekker. En werd die ketel op de kachel gezet met melk en kruidnagel en foelie en kaneelstokjes, wat men dan had. Waardoor het wat lekkerder rook in de kamer. En mensen die op visite kwamen, die naar de baby kwamen kijken, die kregen dan een glaasje warme melk. Dus dat was mijn verhaal over de ketel.